één telefoongesprek. Ik had het niet kunnen voorspellen dat het zo'n impact zou hebben, maar het ging echt diep. Het ging echt diep. Ja. Is hij muzikaal? Waar komt jouw talent vandaan? Niet zo. Gewoon uit jou? Uit mij misschien. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga met Ella en aanhang naar je kijken. Met de rug recht en het hoofd koel. Dochter Ella blijft gespannen achter, maar mama Mami moet heel even aan de slag. Ze heeft namelijk een missie. Ik wil gezien en gehoord worden door meer mensen. En de kans om verder te komen met muziek maken, dat is mijn doel. Dit is een moment. Mami. Yes. Wauw. Dat kwam heel hard binnen. Dat was heel mooi gezongen. Ik was helemaal het origineel vergeten. Ik weet het niet meer. Hij is gewoon naar mijn onderleden. Flabbergasted. Zal ik het overnemen van je dan? Nee. Toevallig heb je nu dit liedje gekozen. Maar elk liedje wat je aanpakt mooi is. En daarom zou ik je graag toevoegen aan mijn team. Ik zal je nooit iets laten zingen wat je niet wil zingen. Dan heeft hij er wel mee, hoor. Ja. Dankjewel. Er was echt geen twijfel over mogelijk. Deze stem, die moeten we hebben bij de Voice of Holland. Dit is waar we naar op zoek zijn. En ik weet zeker dat jij ook hele stevige nummers aan kan. Dat is geen door in je stemgeluid. Dat zorgt ervoor dat ik echt heel veel zin krijg om met jou de rest van de competitie aan te gaan. Je moet misschien een beetje out of the box denken als je voor ons zou kiezen. Maar, die kwamen uit Volendam, was het, hè? Heel goed. Ja. Oh, shit, dit is.